Weet je waarom dat ik zo content ben met mijn uitgever, uitgeverij Bibliodroom? Ik ga het eens zeggen, ik heb hem gisteravond, zaterdagavond, na 9 uur of 10 uur, mijn eerste pagina van het nieuwe boek doorgestuurd. En vanmorgen om 8 uur 30 op een zondagochtend stuurt hij mij al een volledige reactie met opmerkingen, alles erop en eraan. Daarna een uurtje aan de telefoon hangen met hem. Dat is een fantastische uitgever, hè? Bonjour, mes amis. Dag 2 van mijn 7-daagse vlogmarathon. Zoals ik al heb verteld, vanmorgen even met mijn uitgever Johan aan de telefoon gehangen. En hij was eigenlijk wel best enthousiast over wat ik gisteren heb geschreven. En ik had dat nodig, dat is goed voor mijn motivatie. Dus nu is het echt een kwestie van elke dag te blijven schrijven. Dus vandaag ook, zelfs op zondag, zal ik toch proberen wat door te schrijven. Zodat ik volledig me kan verdiepen in het verhaal. En het hopelijk zo snel mogelijk kan afwerken. Maar er staat vandaag veel meer op het programma dan schrijven. Gelukkig maar voor jullie, anders wordt het een best saaie vlog, denk ik. Ik ben geïnviteerd door een vriendin om een wandeling te maken, want die heeft iets moois ontdekt. Hier niet zo ver vandaan, bij Lac de Panissière. Het is een mooi stuwmeer hier in de buurt, op een kwartier rijden. En ze wil me daar eens tonen, dus daar ga ik vanmiddag naartoe. Ik hoop alleen dat het niet gaat regenen, want de voorspellingen zijn niet zo positief. Zo, vanmorgen toch nog een uur goed kunnen doorschrijven. Ik ben ook wel content. Ik heb zo echt het gevoel dat ik nu in de flow zit. En ik hoop dat toch wel een tijd te kunnen vasthouden. Maar goed, ondertussen ben ik bijna bij Panissière. En ik ben er nog niet helemaal, maar dit moet ik jullie toch eens tonen. Het zicht hier is echt magnifiek. Ik denk niet dat ik het op video zal kunnen weergeven zoals ik het nu zie. Maar het is echt fenomenaal. Ik laat jullie even kijken. Dus van hieruit heb ik eigenlijk een schitterend zicht op de barrage van Panissière, die stuwmuur. Ik heb al eens een vlog gemaakt over Lac de Seton en de barrage van Seton. Je moet maar eens kijken, ik zet de link hierboven in de rechterbovenhoek. Dit is een veel jongere stuwmuur, gebouwd geweest vlak na de Tweede Wereldoorlog en is vooral een elektriciteitscentrale. Maar zorgt er dus ook voor, net zoals bij Seton, dat bij hevige regenval Parijs niet onder water komt te staan. Dus een beetje hetzelfde verhaal, al is het hier een paar jonger. Het water staat nu bijna op zijn hoogst. Er is trouwens een heel groot verschil. Als je hier net voor de zomer komt of net na de zomer, dan kan het wel eens 30 meter verschil maken. Hoog, hè? Voilà. Ik ben bij de plaats van afspraak met Sabine. Maar Sabine, die wil niet in beeld komen. Zijn je het zeker, Sabine? Mm-hmm. Ze wil zelfs haar stem niet laten weerklinken in deze video. Wat heel spectaculair is hier, moet eens kijken achter mij. Dat is, het meer staat spectaculair hoog. En de bomen die staan in het blad, maar in het water. Daar komen we niet veel tegen. Oké, kleine update. Het is al ingewikkeld. We hebben het pad verlaten. Dus Sabine die wil mij heel graag iets tonen. Ik kan nog niet verklappen wat, maar ik hoop dat ik jullie ga kunnen tonen, want ik denk dat Sabine niet meer weet waar het was. Ik zie ze ook van nee knikken. Dus we zitten in the middle of nowhere, wel aan de rand van het meer. Dus we kunnen maar één kant uit en het is deze kant. Ja, we zien wel, hè. Een update. Ik denk dat we 1,5 uur later zijn. We zijn al 2,5 uur op weg. Sabine had mij verteld dat het maximum een uurtje wandelen was. Maar door de hoge waterstand in het meer zijn we wat misgelopen. Maar het goede nieuws is dat we het hebben gevonden, dus we gaan even kijken. Wat hebben we gevonden? Een autovrak. Iets wat we heel regelmatig tegenkomen hier in de Morvan. Maar dit is wel een heel oud en heel mooi exemplaar. Het lijkt mij een busje geweest te zijn. En misschien mensen die hier komen kamperen zijn en nooit meer teruggekeerd. Ik weet het niet. Maar het is wel een heel mooi exemplaar.
En voilà. Ondertussen terug in Razou. Het was een heel leuke wandeling. Ik had nooit gedacht dat we dat autovrak nog zouden vinden, maar het is gebeurd. En we waren net op tijd terug, want het is vrij hard beginnen regenen. Nu is het terug wat droger geworden, maar we hebben geluk gehad met het weer. Ik ga meteen ook deze vlog afsluiten. Morgen ben ik er terug om 6 uur. Nieuwe vlog online. Ik weet nog niet goed wat ik morgen ga doen, maar dat gaan we dan wel zien. Hè. Bedankt om te kijken. Laat comments achter als je iets te vertellen hebt. Ik hoor het heel graag. En graag tot morgen. Au revoir, merci.